Een heel goede avond en welkom bij Ter Zake. De Vlaamse politiek maakt zich zorgen over het geweld in Brussel. Paniek, voetbal, zeggen ze aan Franstalige kant. De grote woorden worden niet geschuwd, zo gaat dat dan na de gewelddadige incidenten in Brussel. Zero tolerance is het flinke plan dat vandaag uit het overleg kwam van parket, politie en de burgemeester van Anderlecht. Overmorgen wordt er binnen de regering nog meer nagedacht over veiligheid. Maar hoe zit dat intussen met die Brusselse Far West? Cindy Reniers ging wandelen met cameraploeg in Kuurgem. Square Albert, Kuurgem, Anderlecht. Een plek die je best mijdt, tenzij er echt moet zijn. Dit is het epicentrum van de Kuurgemse straatcriminaliteit. Hier ben je dag en nacht onveilig. Dus die tramhokjes overleven nooit 3 dagen. En dus dat is een permanente strijd. Het is bijna een symbool, maar het is vrij schokkend dat men overheidsinfrastructuur niet kan respecteren. Dat lukt niet. Waarom dat men het doet? Ik denk dat het alleen te maken heeft met het creëren van een beeld van onrust en van angst. Walter van den Bossen is gemeenteraadslid voor de CD&V-oppositie in Anderlecht. Hij heeft lang geloofd in de zachte aanpak alleen. Maar na 20 jaar is dat voorbij. Dit is waarom. Hier worden vrouwen overvallen, tegen de grond gegooid. En dan wordt met de handtas gevlucht via een bepaalde weg. Maar het drama van dat plein is dat hier zoveel uitvluchtwegen zijn. En dat er hier eigenlijk, dus er zijn een massa uitvluchtwegen, maar er zijn geen maatregelen genomen. Hier vind je geen camera's die hier staan. Dat is hier onvoldoende verlicht. Heel die sfeer van onrust wordt eigenlijk door de overheid voor een stukje bestendigd. Na de diefstal vluchten de jonge criminelen naar een pleintje om de hoek. Daar krijgen ze alle gelegenheid om hun buit te inspecteren. Geen camera, geen lamp en geen politie. Voilà, kijk hier. Dus hier vind je een bos sleutels. Van een loft. Hier liggen nog sleutels. Dus hier is heel duidelijk een handtas die ze leeggemaakt hebben. Of een zakje van een man, je weet het niet. Maar wat eigenlijk onbegrijpelijk is, is dat wij dat hier vinden. En wat ik niet kan aanvaarden, dat is dat de overheid, dat de politie, dat de gemeente niet een dagelijkse zorg heeft voor dit soort van zaken, hier geen controle uitoefent. Hoe kan het in godsnaam dat je hier die dingen hier kunt oprapen en hier kunt vinden? Ik vind het de kaas aan de politie terugbezorgen. Het gemeentebestuur van PS, MR en CDH laat volgens Van den Bossen betijen. Deze Franstalige school ligt ook aan het pleintje. Ze haalde vorige week het nieuws omdat ze is verhuisd. Haar leerlingen werden beroofd en bedreigd. Dit is het meest delicate van heel de gemeente Anderlecht. Hier gebeurt het en dit is de no-go-zone. Je komt hier eigenlijk niet. Ook de politie komt hier niet. Met alle gevolgen van dien, met het gevolg dat er anderen dan de overheid het voor het zeggen hebben op het terrein, of minstens het proberen voor te zeggen hebben. We wandelen verder voorbij het gezondheidscentrum van Kuurgem. In de voorbije 8 maanden minstens 6 keer overvallen. 100 meter verder een nieuwe no-go-zone aan het verpauperde sociale woonblok van de Grondelwijk. Het verhaal gaat dat de politie niet meer verder komt. De politie komt maar tot hier. En dus onder meer de leerlingen van de Franszalige school kloegen over het feit dat de politiebegeleiding niet verder liep dan hier. En dat ze een paar stappen verder werden lastiggevallen. En dus een van de redenen waarom dat ze vertrokken zijn. De wijk is een broeihaard voor jonge criminelen. Van den Bossen verwijde PS een verpletterende verantwoordelijkheid. Ze zweeg en zwijgt het probleem dood. Maar ook de 11 bestuursniveaus in Kuurgem bemoeilijken de zaak. Hier heb je een kindertuin, Franse gemeenschapscommissie. Maar ook Nederlandstalig, Vlaamse gemeenschapscommissie. Hier rechtover heb je een park dat is aangelegd met gewestgelden, maar waarvan dat er een conflict bestaat tussen gewest en gemeente. Wie moet het onderhouden? Finaal hebben we de gemeente gedwongen van het park hier te komen houden. Maar daarnaast heb je dan een sociale woningblok. We zitten opnieuw in het hoofdstedelijk gewest. Maar onderaan heb je een service voor het kuisen van kleren. Vlaamse gemeenschapscommissie. En al die dingen lopen door elkaar. En dat is het drama van Brussel. Dat is het drama van deze stad. 11 bestuurlijke niveaus
om in dezelfde marsrichting te gaan. En wel, dat werkt nergens niet in de wereld en dat werkt hier ook niet. En dat is ons drama dat we meemaken hier. Van den Bossche beseft dat er in Kuregem een tijdbom tikt. Het is nu of nooit voor de politici. Ik krijg net een bericht binnen waarbij dat men mededeelt dat er nul tolerantie komt in een aantal wijken in Anderlecht naar aanleiding van de incidenten. Dus dat is een stap in de goede richting, maar er zal natuurlijk nog heel wat meer moeten gebeuren. Ja, minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom, we horen het hier. Het is nu of nooit, maar die zero tolerance zal zelfs niet genoeg zijn. Maar ik denk dat het toch wel een eerste belangrijke stap is dat we nu allemaal samen ook gezegd hebben. Want wat ik toch wel gemerkt heb bij de gesprekken die ik deze namiddag had met de politieagenten van Brussel die bij de actie en bij het voorval in Laken betrokken waren, is dat zij zeggen wij nemen soms iemand op 7, 8 keer op 3 dagen. Mm-hmm. En we komen die terug tegen een paar uur later voor een volgende. Dus ik denk het belangrijkste is dat we niet alleen op het vlak van politie sneller optreden, maar dat eigenlijk de ganse keten, want nultolerantie is die ganse keten, is ook het gevolg nadien, het vervolg nadien mm-hmm. van de uitspraak, maar ook de strafuitvoering, de gevangenisstraf of de boete of uitvoeren, ja. dat op één lijn zit, is toch wel heel belangrijk. Ja, dat is dan juist wat je heel de dag ook hoort aan reacties. Zero tolerance kan wel, maar wat als de rest van het systeem niet mee wil? Justitie en gevangeniswezen. De schakel van justitie is essentieel. We kunnen toch maar opmerken dat ook weer politie de vermoedelijke daders heeft gevat. Dat men eigenlijk heel snel wist waar ze zich gelokaliseerd waren. Mm-hmm. En dat door een ongelooflijk goede samenwerking men de daders of de vermoedelijke daders heeft kunnen vatten. Ja. Maar natuurlijk als het vervolg van justitie er niet voldoende is of dat de daders opnieuw op vrije voeten komen, dan is het een beetje dweilen met de kraan open. Sommige agenten zeggen mij, we brengen iemand binnen langs de achterdeur en die verlaat terug langs de voordeur het politiekantoor. Mm-hmm. Dat is natuurlijk onaanvaardbaar, want op die manier geef je natuurlijk het beeld van straffeloosheid. En ik denk dat net daarom de afspraken die vandaag gemaakt zijn zo belangrijk zijn, dat het sluitstuk na het optreden van mm-hmm. de politie, dat sluitstuk er is. Nochtans, uit reportage blijkt ook heel duidelijk dat dit een zeer oud zeer is, dat ook werkelijk al lange tijd aan het rotten is, dan vraag ik me af waarom zou op basis van die zero tolerance nu plots ook de rest gaan veranderen? Ja, maar als ik de reportage zie met Walter van den Bossche, die ook 12 jaar schepen is geweest in Kuregem, het is evident dat zo'n omstandigheden niet groeien van de ene dag op de andere. Dat ook een veel bredere problematiek is. Dat eigenlijk een maatschappijprobleem is. Dat ook een probleem is van illegale economie. En dat is ook net de reden waarom ook afgesproken is vandaag om een aantal acties te doen met die sociale inspectie, met politie en terug met dat essentiële sluitstuk van justitie. Zodanig dat we ook de netwerken van bijvoorbeeld de drugshandel of de illegale economieën, dat je die kan aanpakken. Want het is alleen op die manier dat je op de lange termijn een oplossing gaat creëren. Maar op korte termijn is die nultolerantie wel essentieel. Ja, de vakbond zegt ook nadrukkelijk bij de politie, we hebben extra middelen nodig. Maar dan hoor ik premier Leterme in de ochtend meteen suggereren, tja, als die middelen dan goed worden gebruikt, dat betekent dat hij eraan twijfelt. Ja, je kan alleen maar spreken over extra middelen wanneer er meer samenwerking komt tussen de Brusselse zones. En twee, dat je ook exact weet hoe de bestaande capaciteit wordt ingezet. Want uit statistieken blijkt dat wij vandaag in Brussel meer politieagenten hebben dan 1 jaar geleden. Ja, en dat en ons ook gemiddelde, in vergelijking met de rest van de En ook in vergelijking met de andere Europese steden, dat het helemaal niet is dat we een groot tekort hebben. Bovendien hebben wij vanuit de federale politie al eens 150 mensen extra gegeven. In oktober vorig jaar nog eens 50 extra erbij. Dus je zit daar toch. Natuurlijk, in bepaalde zones zit je soms met een tekort, maar in andere zones zit je echt wel op niveau en wordt er zeer hard strijd geleverd, ook in moeilijke buurten tegen die criminaliteit. Ja, en dan hoor je het plan opperen van die eengemaakte politiezone. Lijkt wel evident als je als politie beter wil samenwerken in een heel moeilijk gebied zoals Brussel met die verschillende gemeenten. Maar dat is blijkbaar een zeer moeilijke politieke discussie.
Wel, 10 jaar geleden hebben we de politiehervorming gedaan en het vertrouwen in de politie is op 10 jaar tijd enorm gestegen, van 72% naar bijna 90%. En de reden is net dat de burger zegt, men werkt meer samen. Dus moet je dat ook doen op een Brussels niveau. Ik zou ook niet weten waarom wat lukt op het niveau van de Brusselse brandweer, niet kan lukken op het niveau van de Brusselse politie. Ja, maar toch twijfelt u aan de haalbaarheid, want u zegt, ik kan het niet opleggen. Ja, men moet eigenlijk samenwerken en men moet dat ook in de hoofden willen doen. Als je een samenwerking, als je een fusie oplegt, dan is er een gevaar dat men het eigenlijk niet uitvoert in praktijk. En dat men puur formeel een politieraad doet voor één politiezone, maar bereik je niks. En dat is ook de reden waarom ik in november gezegd heb, je krijgt 50 extra politiemensen, maar je moet ook tegelijkertijd een protocolakkoord tekenen voor meer samenwerking. En dat is ook de lijn dat ik zal blijven volgen. Ja, maar meer het ziet er voorlopig niet naar meer uit, meer samenwerking. Dat protocolakkoord heeft men allemaal getekend. De 6 korpschefs en de 19 burgemeesters. En op lange termijn, op middellange termijn, ben ik ervan overtuigd dat je naar die ene politiezone ook moet evolueren. Oké, maar dat is dan op langere termijn. Want er is nog een probleem. Want bizar genoeg is zelfs deze discussie over criminaliteit in de hoofdstad en het drieste gedrag van jeugdbendes communautair gekleurd. In de Franstalige pers was het vandaag amper een item en heel wat Franstalige politici vinden dat de Vlamingen ferm overdrijven, klaarblijkelijk vanuit hun vooral, en ik vertaal vrij, rechtse en racistische inborst. Kijkt u mee naar het interview van Bart Verheulst met PS-corifee Philippe Moreau, burgemeester van Molenbeek. Overvallen, achtervolgingen, beschoten politieagenten. Leidt Brussel aan de ziekte van elke grote stad of is de hoofdstad van Europa oorlogsgebied? Enfin, monsieur, vous êtes ridicule. Une zone de guerre, c'est une ville tout à fait pacifique où il y a malheureusement des faits divers qui peuvent prendre des tournures dramatiques, comme dans toute grande ville, vous savez. Je ne sais pas, mais je n'ai pas entendu dire, quand on a découvert un tueur en série en Flandre, que la Flandre était une zone de guerre. Quand même, quand on peut acheter des Kalachnikovs, des armes de guerre, pour une centaine d'euros. Et vous croyez qu'il n'y a qu'à Bruxelles que c'est comme ça? Vous pensez que dans les autres villes, ce n'est pas? Il y a un aspect inquiétant, c'est l'usage de plus en plus fréquent des armes. Donc là, je pense qu'il y a une interrogation à se faire sur l'inefficacité, peut-être, de nos services en matière de lutte contre le trafic d'armes. C'est surtout une matière fédérale, pour le cas où vous ne le sauriez pas. De 6 Brusselse politiezones stellen 5.800 politieagenten voor 1 miljoen inwoners. En de stad groeit voort. En 3 ans, la population a augmenté de 10%. 10%, une personne sur 10 en plus. Et je n'ai pas les moyens d'avoir un policier de plus. Donc j'ai moins de policiers qu'avant. Alors que nous sommes effectivement, avec la crise et tous les drames qu'elle comporte, dans une société qui s'est encore fragilisée. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, les communes vont donner plus de sous pour la zone, et le fédéral ne veut pas donner un cent de plus. Donc il faut que ces gens-là se regardent dans le miroir, en particulier le ministre du budget fédéral, qui aurait dû prévoir des moyens supplémentaires pour la police à Bruxelles et qui ne l'a pas fait. Moreau heeft in Molenbeek ook al zijn portie rellen gehad eind vorig jaar. Hij houdt van de directe aanpak, bijvoorbeeld nul tolerantie tegen drugshandelaars. Maar een volledig lik op stuk beleid, altijd en overal, is een utopie, zegt hij. Het is een puur slogan politiek. À moins que vous me donniez un policier pour mettre derrière chaque poteau d'éclairage. Een fusie van alle Brusselse politiezones is een slecht idee, zegt Moreau. C'est un monstre de Loch Ness qui revient. Chaque fois qu'il y a un problème du côté flamand, on demande une seule zone. Bon, on peut discuter de tout, donc on peut discuter de ça, mais ça n'a rien à voir avec le problème dont nous parlons. Strictement rien. Rien. Les deux événements qu'on a mis en avant, où les policiers sont intervenus dans des hold-up, vous croyez que ces policiers, parce qu'au lieu de Bruxelles-Ouest, ils auraient Bruxelles tout court, ils auraient agi autrement? Vous croyez qu'ils auraient couru plus vite, qu'ils auraient eu... Enfin, c'est à la limite du ridicule, mais le ridicule ne tue pas. Moreau kreeg vanmiddag 3 Vlaamse cameraploegen over de vloer, geen enkele Franstalige. Noord en Zuid kijken duidelijk met een andere bril naar hun hoofdstad. Du côté flamand, il y a une espèce de
une espèce de combat interne entre partis pour être le plus sécuritaire. Le VLD dit en grande partie c'est la faute de la justice, la justice c'est la faute de la police, hein, ministre de l'Intérieur VLD, ministre de la Justice et DNV. Je crains que nous soyons les victimes d'une course-poursuite entre ces deux partis, avec maintenant les autres qui courent aussi derrière. Est-ce que ce n'est pas aussi le cas ici en Bruxelles? Parce qu'on dit toujours les 19 communes de la capitale, ce sont des baronnies. Vous êtes un baron? Oh, je suis un baron. Je n'ai pas l'impression. Ce n'est vraiment pas quelqu'un qui soit du style aristocratique. Mais le bon maître, quand il est dans sa compétence avec les gens, quand il peut aller dans la rue, quand il peut aller près des gens, c'est vrai. Si c'est ça que vous appelez un baron, moi j'appelle ça un militant. En ik praat met Freddy Tielemans, burgemeester van Brussel. Goedenavond, meneer Tielemans. Bent u het eens met Philippe Moreau dat de jongste gebeurtenissen eigenlijk een fait divers zijn? Weliswaar, met dramatische afloop, maar toch een fait divers. Absoluut. Ja, u vindt het niet meer dan dat, want er is toch een probleem als er op klaarlichte dag in Brussel, in hartje Brussel, met kalasjnikovs wordt geschoten. Ja, maar dat is overal een probleem. Ja, u zegt het is gewoon een groot stad en dit is niet zo erg wat er gebeurt. Nee, het is erg. Dat is zeker, dat is heel duidelijk. Maar in het ganse genomen blijft het een fait divers. Een zwaar fait divers, maar een fait divers. Maar als ik u zo hoor, meneer Tielemans, u zit op de lijn ook van Philippe Moreau. Hoe komt het dat de Vlamingen zo bezorgd zijn over het geweld in Brussel, terwijl het aan Franstalige kant heel anders wordt bekeken? En misschien omdat wij een andere gevoeligheid hebben gekregen omwille van campagnes en misschien een zekere pers. Ja, legt u dat eens uit? Ik wil daar niet te veel in ingaan, maar ik denk dat wij inderdaad een grotere afstand hebben genomen voor een aantal onder ons van wat er in de stad gebeurt, met een betere of verfijnde analyse. En niet geloven dat omwille van 2, 3, 4 zaken er een geweldgolf passeert over de stad. Dat is dus niet waar. Dat zijn gebeurtenissen die kunnen gebeuren, die ik graag zou willen kunnen vermijden, maar die deel uitmaken van de grote stad. Vlaamse politici vragen ook, meneer Tielemans, 1 centraal gestuurd politiekorps. Meneer Moreau vindt dat een slecht idee, maar hoe kan je tegen een betere samenwerking zijn? Wel, ik zou eerst willen zeggen dat Vlaamse politici ook het verdwijnen van België vragen en die worden aanvaard. Dus, ja, dat is een andere discussie, hè? Ja, maar nee, excuseer mij. Jij hebt algemeen gezegd de Vlaamse politici. Dus ik antwoord op een aantal Vlaamse politici. Ja. Anderzijds zeg ik u ja, want ik ben verbaasd van één ding. Blijkbaar komt men mij nu vertellen dat het niet geslaagd is. Waar inderdaad de zaak heel goed geslaagd is, de hold-up heeft geen plaats gevonden en de mensen zijn gearresteerd binnen de 3 uur. Dan begin ik mij vragen te stellen over wat een goede politiële werking is. Mag ik u samenvatten, meneer Tielemans, dat u zegt er is niet echt een probleem en wij hebben in Brussel alles perfect onder controle? Dat vind ik eventjes overdreven. Ik denk dat men nooit alles perfect onder de hand heeft. En ik denk dat het risico die wij lopen, zeker in de huidige economische omstandigheden, inderdaad kunnen gebeuren. Maar algemeen, als u naar de cijfers kijkt van de politie, dat zijn dus onder aanhalingstekens wetenschappelijke cijfers, de kleine criminaliteit daalt en de kleine criminaliteit met geweld, ik heb gezegd, kleine criminaliteit met geweld daalt. Ja. Dus dat betekent niet dat het geen probleem blijft voor de mensen die dat ondergaan natuurlijk. Oké, dank u wel, burgemeester Tielemans, voor uw reactie. Dank u. Ja, mevrouw Turtelboom, dit bewijst de reacties van meneer Moreau en ook van meneer Tielemans waarom heel deze hervorming zo moeilijk is. U zit compleet op een andere golflengte. Vlamingen en Franstaligen. Ja, het lijkt zo wel, hè, maar het is toch wel. Ik merk dat samenwerken loont altijd. Hè. Men heeft de daders gevonden bij wat gebeurd is gisteren, net omdat men goed heeft samengewerkt. Dus ik ben er ook van overtuigd dat als men op Brussels vlak beter samenwerkt, dat men meer rendement kan hebben. En je kan er niet omheen
dat de daders gewelddadiger worden bij wat gisteren gebeurd is. Heeft men bijna bewust vertraagd om te kunnen schieten op die politieagenten. Dat is niet niks, dat is niet weinig. Dat toch... zijn de mensen die het gezag en die de ordehandhaving in onze samenleving moeten doen, die elke dag voor ons in de bres staan. Toch hoor ik hier de burgemeesters aan Franstalige kant, PS-burgemeesters, zeggen eigenlijk zijn dit maar kleine gebeurtenissen, incidenten. Er is voor de rest niet veel aan de hand en de Vlamingen spelen paniekvoetbal. Ik had niet het gevoel, als ik deze namiddag de Brusselse politieagenten die betrokken waren bij de actie, als ik met hen gesproken heb, dat zij het een fait divers vinden. Dat zij het maar niks vinden. Mm-hmm. Voor hen is dat een heel zwaar feit dat gebeurt. Dat hun persoonlijke integriteit ook aantast en dat er vooral voor zorgt dat ze hun werk op het terrein moeilijker kunnen doen. Ja, maar dan bewijst dit net hoe de politiek de tanden zal stuk bijten op elke mogelijke vooruitgang in dit probleem. Ja, maar wat je natuurlijk niet mag vergeten is, als je naar één politiezone gaat, dan ga je natuurlijk heel veel verschillende wijkwerkingen hebben, maar dan ga je ook natuurlijk een aantal interventiezones hebben. Mm-hmm. Dus wat doet één politiezone is gewoon zorgen dat je de middelen efficiënter kan inzetten. En men kan niet alleen zomaar meer middelen vragen, als er niet over die meer samenwerking wordt gesproken. Dat is net iets te gemakkelijk. Maar wat ik eigenlijk bedoel is dat we hier de reacties horen van twee PS-burgemeesters. PS, waar u ook mee in de federale regering zit. De regering die net dit probleem mee moet oplossen. Lijkt me muurvast te zitten. Maar ook zij zijn democratisch verkozen. En ik denk dat er eens een goed debat mag zijn op het Brusselse niveau en bij volgende Brusselse verkiezingen over wat nu echt de inzet is en welk soort veiligheid men in Brussel wil. Ja. Maar ik ben in elk geval heel duidelijk. Dit is een leuke stad. Dit is de hoofdstad van ons land. Dit is de hoofdstad van Europa. Wij kunnen niet tolereren dat er zomaar op agenten wordt geschoten. Want dit zijn onze gezagsdragers die onze veiligheid van u en van mij elke dag moeten garanderen. Wat bewijst dat dit ook een politiek probleem is, is ook de uithaal die Philippe Moreau deed naar uw collega, Open VLD-minister Van Hengel. Er zijn niet genoeg centen. Maar we hebben uit de statistieken gemerkt dat het aantal agenten in Brussel echt niet het probleem is. Je moet zorgen, in bepaalde zones kan je daarover discussiëren, maar het is ook de prioriteit die je als lokaal bestuur geeft aan de veiligheid in uw gemeentebegroting voor uw politie. Wij hebben bewust gekozen in ons land voor een politie op twee niveaus. Een lokale politie en een federale politie in steun. Maar dat betekent ook dat de lokale politie zijn verantwoordelijkheid moet nemen. En ik neem er akte van als men zegt, er zijn niet voldoende middelen, maar ik zie alleen de statistieken en ik zie dat wij in Brussel echt wel de toets van het Europees gemiddelde kunnen doorstaan, dat we in tegendeel misschien eerder meer agenten hebben. Oké, mevrouw Tjertelboom, hartelijk dank voor dit gesprek.